Namens het voltallige De Vlieger Airlines team wensen wij u een prettige vlucht. Crew, prepare for takeoff. Come on, Joe, let's go. Hoog in de lucht en denk er aan een koffieke met twee suikertjes en een kommige ware melk. Apart. Excuseert mevrouw, maar de gezagvoerder heeft zo net gevraagd om alle elektronische toestellen uit te schakelen omwille van het onweer. Dank u vriendelijk. Mevrouw, ik vroeg... Gaan we wat moeilijk doen? Ik dacht het niet, hè. Dank u. We zoeken altijd iets heel herkenbaar, dat mensen het toch wel goed snappen. En ik denk dat iedereen al wel eens in een vlieghaven is geweest. En elke zomer komt heel veel mensen komen daar. Dus mensen, het is bekend voor mensen. En anderzijds is een comedy altijd heel leuk op een plek waar dat mensen niet weg kunnen. Vandaar ook de staking. Hè. Dus een plek, zoals de gevangenis vorige keer, mensen moeten er blijven. En nu was het een staking, mogen mensen ook niet binnen of buiten. En dat is altijd een hele geschikte arena voor comedy. Oké, Martin, ik moet iedereen beginnen roepen van de Romeer. Ga je niet, dat is iedereen. De rest zit op boord. Ah, ja. Alleen dan zien we. Mag ik dan niet slapen, kofje? Ach, je belooft van een onderleggertje te gebruiken. Beloofd. Alleen Ron, airport, over. De illusie wordt gecreëerd en ik hou van de illusie. Ik hou van het magische universum van onze compagnie, waar we de mensen meenemen op een trip, waar we ze zelfs in een cockpit laten zitten. Het is heerlijk om een beetje film en theater te mixen. Om meer, dat kan toch niet? Oh, ha! Ja, lap, nog een die niet kan lezen. Ik ben oké, okay. Tom Cruise doet zijn stunts ook allemaal zelf. Ah. Het was een goede première, echt waar. Een ook goed publiek, fantastisch gereageerd. En de spanning is eraf nu, hè. Dus nu kunnen we echt, echt zo gaan spelen. Hè. Lap, hier zijn ze al van de gazet. Hoe kunnen die dat nou al weten? Ja, hier. Hey, leg het nu maar uit, hè. Ik? Jij bent woordvoerder. Hallo, met de woordvoerder van de Vlieger Airlines. Hallo, met Van Beveren van de Gazet van Antwerpen hier. Kan u mij iets meer vertellen over de spontane vakbondsactie annex staking die er op de luchthaven is losgebarsten? Heeft dat iets te maken met de nakende overname door Hollandavia? Ja, daar kan ik momenteel nog niet veel over zeggen. Het is alsof een puzzel eindelijk af is, zo het laatste stukje dat erbij nodig is. En het doet deugd om mensen te horen lachen, dat is echt zalig. En vooral, ik heb zo mijn twee dochters in de zaal toch af en toe eens in de gaten gehad. En die hebben ook meegelachen, dus. Ben een trotse mama. Percy? Wat zou Tom Cruise doen? Deze is het plan. Omer, ga ik naar een paniekaanval. Je speelt die paniekaanval, want eigenlijk zit er zo kalm als iets. Door Martina Rendetol. Het doek ging toe en ik zei, ik heb keihard genoten. En meestal is een première, stressig wil ik nu niet zeggen, maar een gezonde spanning. En ik was zo at ease. En weet je dat komt? Omdat mijn eerste scène met mijn maat is, met de Sven. En ik voel me dan super veilig. Ik vind dat zo leuk om door het publiek te gaan. Om te goedenavond tegen de mensen te zeggen. En aan die eerste scène te starten. En Ik was heel kalm, ja. Louis en Julia, wat vonden jullie ervan? Ik vond het heerlijk. Ik was heel blij dat ik alles verstaan heb. Daar was ik even een beetje bang voor. Maar ik heb echt heel erg genoten, heel erg gelachen. Ja, topcast. We hebben toevallig deze week de laatste aflevering van Matrushka samengekeken. Ik probeer haar een beetje wegwijs te maken in de Vlaamse dialecten en het Antwerps wordt toch vaak gebruikt, hè? En vooral dan hier bij de Sven de Ridder. Dus op die manier was ze toch voorbereid op het dialect voor vanavond. Dus ja, je hebt het verstaan, toch? Ik heb alles verstaan. Ik vond het geweldig. Ik heb mij rot geamuseerd. Het is een show die voorbij vliegt. Hela, goed, hè?
Ik heb er echt van genoten. Het was een visueel spektakel. Het was grappig. Het was zeer leuk. En het was verrassend. Het was mooi. Dat is voor mij een bekende traditie geworden. Hè. Ik heb hem weten starten met het Echt Antwerps Theater. En hij zit daar eigenlijk samen met een Brik en de Markpunt en zo op een hoger niveau voort. Ja, ik heb enorm genoten. Wat een prachtige decor. Iedereen zat heel mooi in zijn rol. En je ziet vooral dat die heel veel plezier maken. Hè. Hoog in de lucht. Wees verbluft en vlieg mee in de lucht.